Dames en heren, welkom bij deze breakout sessie over online proctoring. Ik zit hier in de studio met Sharon Klinkenberg, voorzitter van de Special Interest Group Digitaal Toetsen. En met Wiebe Plenter, manager inkoop bij de Universiteit Leiden. Correct. Fijn dat jullie er zijn. Misschien meteen maar met de deur in huis vallen, Sharon. Wat is online proctoring? In feite gewoon surveilleren, maar dan online. Dus dat wat we kenden van vroeger in de tentamenzaal, dat kan nu niet meer. Dus we moeten nu online dezezelfde taak vervullen. En online proctoring is dat, met heel veel smaken. Oké, achter jou zie je een plaatje. Wat ja. Is online proctoring? Zou je even kunnen toelichten wat we daar zien? Nou, we hebben hier in ieder geval het logo van de Special Interest Group Digitaal Toetsen, waar ik de voorzitter van ben. We zijn sinds september vanuit het versnellingsplan onderwijsinnovatie gestart met de werkgroep toetsen op afstand. Om de problematiek die we eigenlijk gezien hebben met het toetsen op afstand en de problemen waar we tegenaan lopen, om dat in kaart te brengen en hopelijk te komen tot oplossingen. Dus daar gaan we het komende jaar in ieder geval aan werken. En daar leveren we binnenkort ook een roadmap voor op die we graag met iedereen delen. Ja, want het is een onderwerp wat natuurlijk nogal wat aandacht heeft getrokken, zeker ook de afgelopen periode. Zullen we even kijken wie we in de zaal hebben, virtueel? Even de functies van de mensen die zijn ingeschakeld, hebben we een poll voor. Even kennis maken met de zaal. Dus als je zit te kijken, laat ons even weten welke functie je hebt. Oké, nou, de meeste mensen zijn ICT en onderwijs medewerker. Misschien even in de chat kijken, want er zijn 30% mensen die andere dingen noemen. Kunnen we iets uit de chat halen van een persoon die zegt, ik ben iets heel anders? Interessant om te weten, krijgen we nu niet voor elkaar volgens mij, of wel? Ja, daar hebben we een onderwijsplanner bijvoorbeeld, Opa. Paula van der Vaart. Nog iets anders? Wat totaal andere... Didactisch trainer, opleider, ja. Ja, er is ook een breed veld van mensen dat hierin geïnteresseerd is. Jij zit er ook vanuit een inkoopperspectief, Wiebe. Daar hebben we het later verder over. Dan even de volgende poll-vraag. Dat is eigenlijk een hele simpele, binaire vraag die we u aan het begin van deze bijeenkomst stellen. En dat is online proctoring doen of niet doen. Nou, de meeste mensen zeggen, oh, als we hem langer laten staan, dan verandert hij. Nou, 76, 24. De meeste mensen zeggen, doen. En dat is misschien goed om even te delen. Deze sessie is zo opgezet dat we beginnen met deze vraag en we eindigen er eigenlijk ook weer een beetje mee. Want we gaan zo meteen verschillende perspectieven verkennen. Dat doen we een beetje in een hoog tempo, waarbij we elke keer aan u vragen, hoe zou u vanuit een studentenperspectief kijken, vanuit een onderwijsdirecteur perspectief of vanuit een functionaris gegevensbeschermingsperspectief. En dan vragen we dat ook iemand op video, om even heel snel door de verschillende perspectieven heen te schakelen en u ook de verschillende nuances van die perspectieven te laten doorleven. En dan hebben wij hier het gesprek over wat betekent dat nou. Dus dat is wat we gaan doen. Zullen we daar maar mee beginnen? Ook meteen? Lijkt me fantastisch. Ja. Oké. Beginnen we dus met een poll die vanuit het studentperspectief kijkt. En dat is, stel, jij bent student en misschien zit je wel te kijken als student. Dan is het makkelijk invullen, maar misschien moet je even inleven. Stel, je bent student. Wat zou voor jou een belangrijke overweging zijn bij het al dan niet inzetten van online proctoring? Privacy, beperken van studievertraging. Oké, laten we even kijken hoe een student daarnaar kijkt. En in dit geval een bijzondere student, secretaris van de Landelijke Studentenvakbond. Hallo, ik ben Eline Terpstra, secretaris van de Landelijke Studentenvakbond. En als LSV kijken wij erg kritisch naar proctoring. En dat is natuurlijk omdat proctoring een grote impact heeft op de privacy van studenten. En daarnaast mag proctoring nooit
ja, studievertraging veroorzaken bij studenten. Want wat natuurlijk is voorgevallen eerder is dat de proctoring software bij het afnemen van tentamens niet goed functioneerde. Waarbij studenten de tentamens al hadden gemaakt en achteraf bleek dat die ongeldig werden verklaard. Of dat studenten zich er bijvoorbeeld niet veilig bij voelen om ja, proctoring software op hun laptop toe te passen. En waarin zij ja, het dus niet fijn vinden dat er via een webcam hun hele kamer wordt gefilmd. En wanneer zij zich beroepen op hun privacyrecht hierin, dat ja, dan wordt doorverwezen naar een volgend toetsingsmoment. En ja, daarin zouden wij dus graag zien dat proctoring echt als allerlaatste toetsingsmiddel wordt ingezet. En dat instellingen samen met studenten kijken naar creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld openboektentamens of essays, etc. En dat proctoring echt zoveel mogelijk wordt vermeden. Oké. Nou, dat was het studentenperspectief. Gaat u even voor zichzelf na of u wat u van tevoren had bedacht, of dat ook zo door Eline gezegd werd. Gaan we naar het perspectief van een functionaris gegevensbescherming. Ook weer even aan u de vraag, stel, je bent functionaris gegevensbescherming. Wat zou voor jou een belangrijke overweging zijn bij de inzet van online proctoring? Oké, nou hier zijn mensen heel eengezind, hè? Die vorige was ook al dat het inlevingsvermogen in de student al goed was. En het inlevingsvermogen hier is ook weer prachtig. Oké, nou laten we kijken of dat in, ja. Uit de video ook inderdaad zo blijkt van de functionaris gegevensbescherming die wij daarom hebben gevraagd. Laten we daar even naar kijken. Ik ben Micro. Ik ben functionaris gegevensbescherming bij de Universiteit van Amsterdam en jurist. Nou, het mag geen verrassing zijn dat ik privacy en bescherming van de persoonsgegevens erg belangrijk vind. Bij de discussie over de inzet van proctoring ben ik al in een vroegtijdig stadium betrokken om tentamens online af te nemen en daarbij gebruik te maken van proctoring, in ons geval Proctorio. Nou, daar heb ik naar een aantal dingen gekeken. We hebben eerst een DPIA, een Data Protection Impact Assessment gedaan. Dat is eigenlijk een zeer uitgebreide risicoanalyse naar aspecten van privacy en informatiebeveiliging. Daar zitten zowel ik als de CISO bij, die over de informatiebeveiliging gaat. Daar komt alles langs, ook met maatregelen die je kunt treffen om zoveel mogelijk de inbreuk op de privacy van studenten te beperken en ook om te zorgen dat dat zo kort mogelijk is en dat gegevens ook zo snel mogelijk weer verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. Dat is belangrijk. Verder is het belangrijk dat er verwerkersovereenkomst wordt gesloten met de leverancier waarbij in alle aspecten wordt gedacht. Verder vond ik het heel belangrijk dat het echt ook heel transparant gecommuniceerd wordt naar studenten wat er wordt opgenomen en wat het doel is. Nou, dat is natuurlijk het voorkomen van, of zoveel mogelijk proberen te beperken van fraude. Dat ook duidelijk is waarop gelet gaat worden bij studenten, zodat je van tevoren moet je de spelregels weten. Nou, verder is het ook belangrijk dat er niet een geautomatiseerd proces is. Dus dat betekent dat er altijd ook sprake is van menselijke beoordeling. Het wordt natuurlijk opgenomen. Daarbij worden vlaggetjes gezet die van tevoren worden ingeregeld. Van wat verdacht gedrag zou kunnen zijn. Maar er moet altijd een menselijke blik zijn om te kijken van klopt dit wel? Het kan best zijn dat iemand heel lang even uit het raam zit te kijken of naar boven zit te kijken. En dat je denkt zo van ja, maar dat is niet dat iemand zit te spieken of wat dan ook. Dus dan moet altijd iemand, moet een menselijk oog aan het pas komen. Nou, dat gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Dat is wat ik al zei. Dus zo snel mogelijk worden verwijderd. En bij Proctorio is dat geautomatiseerd gaat in ieder geval na 30 dagen. En dat ze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dus dat betekent echt ter voorkoming van mogelijke fraude tijdens een tentamen. En dat betekent ook dat proctoring alleen gebruikt kan worden, wat voor mij ook doorslaggevend is geweest, alleen gebruikt kan worden als er echt geen ander alternatief voorhanden is. Dus als alle andere alternatieven overwogen zijn, om dan pas over te gaan naar proctoring. En dat je dat ook vastlegt wat de afwegingen zijn geweest. En dan als laatste nog wat belangrijk is dat er in bijzondere gevallen dat je dan een verzoek kunt neerleggen bij de instelling om te kijken of het toch mogelijk is
op een andere manier aan tentamen deel te nemen. Nou, dat zijn eigenlijk in de kern de belangrijkste dingen waarop ik gelet heb en die ik het belangrijkste vond. Ja, de functionaris gegevensbescherming. De laatste rol waarin in u zich in kunt leven is, en ik weet niet hoeveel onderwijsdirecteuren er kijken, maar is die van de rol van onderwijsdirecteur. Dus de vraag is opnieuw, stel, u bent onderwijsdirecteur, wat zou dan een belangrijke overweging zijn bij de inzet van online proctoring? Nou, wordt studievertraging in eerste instantie al belangrijker, zien we dat ook nog veranderen. Fraudebescherming, zodat we achter ieder afgegeven diploma kunnen staan en handelen conform de privacybeschermingswetgeving. Maar vooral studievertraging als hoofdpunt. Nou, laten we eens kijken wat een onderwijsdirecteur daarover te zeggen heeft. Oké, mijn naam is Ingmar Visser en ik ben directeur van het College van Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. En het college is verantwoordelijk voor de bacheloropleiding van psychologie. En in die hoedanigheid heb ik natuurlijk veel te maken met online toetsing en online proctoring en het gebruik daarvan. Ja, in eerste instantie in het voorjaar moest iedereen snel overschakelen op online onderwijs en daarbij behorend ook online toetsing. In eerste instantie gebruikten we daarvoor allerlei tools, Canvas. En nog niet onmiddellijk proctoring, maar wel online toetsing waarbij we gebruik maakten onder andere van de mogelijkheid om random volgordes in tentamens aan te brengen, random antwoordalternatieven, om er zo voor te zorgen dat studenten niet onderling kunnen uitwisselen wat goede antwoorden zijn. In de loop van het voorjaar werd al snel duidelijk dat we ook in ieder geval behoefte hadden aan echt identiteitscontrole. Dat is toch een van de belangrijke functies die je niet zomaar met andere tools kan oplossen dan met online proctoring is. Inderdaad controleren of de student is wie die zegt dat hij is. Naast de functie van fraudedetectie of fraudebeperking. En eigenlijk ook vooral, en dat is een hele belangrijke functie van online proctoring die ik ook zie als onderwijsdirecteur, is simpelweg het verhogen van de drempel om fraude te kunnen en willen plegen voor studenten. We sturen in belangrijke mate het gedrag door simpelweg de drempel hoger te maken. En proctoring doet dat zeker. We zitten met een aantal situaties. Eén is, een deel van onze studenten zit in het buitenland, dus we moeten ook daadwerkelijk online toetsing aanbieden. Dus daar ontkomen we niet aan. En zelfs als we... We hebben natuurlijk ook overwogen van kunnen we nou on-campus toetsing aanbieden? En het antwoord daarop is ja, maar alleen heel beperkt. We hebben simpelweg op de campus niet voldoende capaciteit om de groepen die wij hebben in bijvoorbeeld ons eerste jaar, 500 studenten, om die on-campus toetsing aan te bieden. Dus die keuze is simpelweg niet mogelijk. We bieden het wel aan studenten waar in uitzonderlijke gevallen waar helder is dat zij onvoldoende apparatuur hebben of onvoldoende mogelijkheden om thuis online proctoring te doen, dan bieden we de mogelijkheid dat ze naar de campus komen en daar de toets doen, maar dan nog steeds met gebruikmaking van online proctoring. Zodat in ieder geval de omstandigheden voor de studenten die on campus het tentamen doen hetzelfde zijn als de omstandigheden voor de studenten die thuis de toetsing doen. Dus ze hebben allebei te maken met de proctoringomgeving en met de toetsomgeving. Ja, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste overwegingen voor ons om online proctoring te gebruiken. Oké. Een hoop verschillende perspectieven en dat was natuurlijk ook de bedoeling. Even terug naar jullie, Wiebe. Hoe heb jij het afgelopen, roerige half jaar beleefd? Nou ja, met name dat er veel onderwijstools zijn ingekocht binnen de instelling, maar dat geldt voor andere instellingen ook, die vanwege corona eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen gereden moesten worden. Dus eigenlijk ad hoc zijn er tools aangekocht. En de afgelopen jaar, half jaar, hebben we ons eigenlijk bezig gehouden met inventariseren over het land. Wat is er eigenlijk ingekocht? En hoe gaan we dat in de toekomst op een meer toekomstbestendige manier inkopen? Ja, en dit was dus alle hens aan dek? Zoals ja, het is meer vanuit de doelmatigheid om de processen zo goed mogelijk te kunnen continueren. En het onderwijs te borgen in deze rare tijd. Om daar nu vanuit een goede gedachte
te komen. Dat het programma van eisen en wensen wat meer aansluit bij de instellingen. Maar goed, daar zijn we nu mee bezig. Om dat heel zorgvuldig op te pakken. Ja, en dan betekent dat het soort perspectieven en waarden eigenlijk ook die je toevoegt aan de keuze. Dat je buiten dat van doelmatigheid en snel... Je zult moeten werken naar een borging van allerlei aspecten die ook hier aan bod komen. Hoe gaan we privacy goed in een eisen- en wensenpakket vervatten? Ja. En wat zijn de mogelijkheden van marktpartijen? Wat zijn de marktpartijen? Wat is de inkoopmacht die we kunnen aanwenden vanuit de instellingen? Wat willen we? Ja. En kunnen we het daar samen over eens worden met inhoudelijk deskundigen als Sharon? Ja, nou, mooi brug. Zoveel actoren, ja. Dankjewel, Sharon. Want hoe was voor jou dat de afgelopen half jaar? Nee, we waren vanuit de Special Interest Group eigenlijk al jaren een beetje bezig met het online proctoring. Dat liep een beetje langs de zijlijn en echt in hele speciale gevallen werd dat wel ingezet. Maar ja, het laatste half jaar was onder het vergrootglas. Want dat is ja de tool die zeg maar onderwijskundig Nederland heeft omarmd om wat de student ook aangeeft, om die studievertraging maar te voorkomen, te voorzorgen. Voornamelijk in die beginperiode dat ja, men was... had eigenlijk zeg maar alle toetsen al ingepland op de manier zoals we dat al deden. En wat is nu de meest snelle, efficiënte manier om dat te kunnen voortzetten? Nou ja, het toevoegen van die online proctoring. Dus dat heeft een enorme stroomversnelling doorgemaakt. Ja, terwijl zij ook wel zegt, studievertraging juist door het digitaal toetsen. Precies. Want als het niet goed gaat, dan moet het, het over. Precies. Ja. Maar wat je dus ziet, en dat is ook wat zeg maar bij die onderwijsdirecteur Ingmar aangeeft. Zo van, het is ook een middel om dat... te vertragen en ervoor te zorgen dat we geen vertraging oplopen en dat we dus gewoon kunnen blijven toetsen. Een ander punt wat Ingmar ook noemde is dat het ook niet alleen gaat om die fraudepreventie, maar ook om zeg maar de authenticatie van de student. Is het de student die er achter de toets staat? En wat ik ook een mooi punt vind eigenlijk van alle drie, is dat ze eigenlijk een beetje dezelfde aspecten onder het licht brengen. Dus de studenten geven aan, die privacy is heel belangrijk. En de functionaris gegevensbescherming, ja, net zo hard. Dus het is voor de instellingen en voor de onderwijsdirecteuren die zeg maar met dit onderwerp bezig zijn, net zo belangrijk. En ik zie eigenlijk een beetje een overeenstemming vanuit de verschillende partijen, die vanuit de verschillende gezichtsvelden, die eigenlijk een beetje dezelfde... eigenlijk dezelfde waarden aanstippen hier. Ja, ja, waar onze kijkers wel aangeven, bijvoorbeeld bij die onderwijsdirecteur, dat die, dat de fraudedetectie, zoals de onderwijsdirecteur zelf ook zegt, van dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Identificatie en detectie, de drempel zo hoog mogelijk maken, precies, zegt hij ook. Maar dan wel, zeg jij ook, met die... waarde in het achterhoofd. Nou ja, wat je dus gezien hebt in de afgelopen periode is dat er gewoon ontzettend hard gewerkt is achter de schermen om ervoor te zorgen dat die borging van die privacy geregeld is. Dat de dataopslag na 30 dagen weer vernietigd moet worden. Dus al dat soort aspecten, dat zie je vanuit de instellingen dat er aan gewerkt wordt om daar aan te werken en dat goed te krijgen. Want ja, die privacy, dat... Het is niet dat we zeg maar studenten dat we hun gegevens maar op straat gooien. Daar wordt heel hard aan gewerkt om dat heel zorgvuldig te doen. En ik zie die maar het is wel, herken jij dat het wel een soort inhaalslag is, omdat je een enorme versnelling moest maken, dat het eigenlijk de enige manier was om door te kunnen gaan. En dat zegt Wiebe ook. Hè. Van, je moet dit nu goed, helemaal goed inkaderen. En ook vanuit het toekomstperspectief dat onder ogen zien. En bedenken van waar moeten we naartoe uiteindelijk met z'n allen. Ja, we hebben nu een aantal perspectieven gezien. Hè. Verschillende rollen in de video's. En we hebben onze kijkers ook gevraagd om daar op te reageren. Maar het is een enorme lijst aan mensen die hier wat van vindt. Hè. Je hebt wat vanuit die Special Interest Group volgens mij wat dingen op een rij gezet. Ja, dus we hebben sinds september zijn we vanuit het versnellingsplan hebben we de werkgroep toetsen op afstand gestart. En nou ja, wat ik al aangaf, die roadmap waar we aan werken. We hebben een aantal actoren of belanghebbenden in dit proces op een rijtje gezet. Je hoeft het niet allemaal te lezen hoor. Maar het geeft wel aan de scope van mensen die betrokken zijn bij dit proces van online proctoring. En die hier mee te maken hebben. Dus ja, voorop de student natuurlijk. Maar daarnaast een allerlei aspecten van belanghebbenden. Waar we in ieder geval in de komende jaar mee om de tafel willen gaan zitten om in ieder geval onze belangen goed in beeld te krijgen, ook de pijnpunten op tafel te leggen. Dus we hebben natuurlijk vorige week gezien dat er vanuit
de Tweede Kamer een motie is goedgekeurd om het online proctoring toch een beetje af te schalen. Of laten we in ieder geval zeggen dat we dit alleen maar gebruiken als er geen andere optie is. Nou, ja. Dat horen we de studenten zeggen. We horen de functionaris gegevensbescherming horen we dat zeggen. We horen zelfs de onderwijsdirecteur dit zeggen. Die zegt van als je echt problemen ermee hebt, dan bieden we je een plek aan op de campus. Dus al deze aspecten die moeten gezien worden. En we moeten hier, als we kijken naar dat waardekader waar Christine het in de vorige sessie over had. We moeten met elkaar en dan alle belanghebbenden hiermee onze waarden scherp voor ogen hebben. En te zien dat we daarin tot gezamenlijkheid komen. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen, als je die verschillende perspectieven, we zagen het hier al, mensen die zich daarin inleveren, die dan toch net andere accenten leggen. Wel dezelfde waarden, maar misschien in een andere volgorde. Herken jij ook, Wiebe, dat gesprek lastig kan zijn tussen al die verschillende, jij kijkt dan vanuit een inkoopbril en dat je dan denkt van maar... Inkoop heeft ook heel veel rollen. En wij gaan over het inkoopproces. En inkoop, ik denk dat het beste vergelijk is met een soort chameleon. Je hebt een juridisch kader, maar je hebt inhoudelijke deskundigheid. Dat kan aan de docentkant zitten, dat kan aan de privacykant zitten. Alle verschillende materie deskundigheid niet aan tafel te komen. Ja. En ik vanuit mijn rol zoek dan ook de verbinding met SURF. En de andere instellingen hebben meegewerkt om te inventariseren, om te komen tot een soort gezamenlijkheid van wat is nou het plaatje in het land? Wat betekent dit voor Onderwijs Nederland? Hoe kunnen we dat vanuit kennis en kunde bundelen en samenwerken, meer vorm geven door het aan papier toe te vertrouwen en te komen tot een gedegen programma van eisen en wensen? Ja, want dat is jouw eigenlijk... Uiteindelijk is dat, we moeten de markt gaan benaderen om het rechtmatig aan te besteden voor hun instellingen. De instellingen zijn aanbestedende diensten en die worden gefinancierd met belastinggeld. En dat moet best value for taxpayers money. Dat dient uiteindelijk wel tot uitdrukking te komen in een goed inkoopresultaat. Ja. Maar inkoop doet het proces en zorgt dat die naar de inhoudelijke deskundige goed luistert en dat alle eisen en wensen goed worden vertaald. En daar moeten we het over eens zijn en dan kun je de markt gaan benaderen en dan kunnen we ook de markt gaan consulteren van wat zijn nou echt de partijen. Ja. Er is nu gekozen voor oplossingen om die doelmatigheid tegemoet eigenlijk te komen. Een snelle oplossing. En nu moet je zorgvuldigheid. Het zijn pakketten die je over lange jaren gecontracteerd in de instelling gebruik gaat maken. En dan moet gedegen worden aangevlogen. Ja, we hebben gisteren ook kwam op de onderwijsdagen ook voorbij het goede opdrachtgeverschap. Nou, daar hoort dit denk ik ook bij. Ja. Dat je met een helder verhaal richting die leveranciers gaan. Kunnen die leveranciers leveren in de zin van de eisen die je stelt, die soms best wel complex zijn, waar het om verschillende dingen... Dan kun je de markt voor gaan consulteren door specifiek van dit zijn de eisen waar het aan moet voldoen. En je publiceert een marktconsultatie en kijkt welke partijen daar passend een oplossing voor kunnen bieden. En als je duidelijkheid hebt dat de oplossing kan worden geboden, dan kun je ook, en er is marktwerking, dan kun je ook een aanbesteding uit gaan schrijven. Hoe zie jij dat, Sharon? Is de markt in staat om ook die antwoorden te geven? Je moet natuurlijk eerst met zo'n programma van eisen. En als ik het goed begrijp, zitten jullie midden in dat proces. Ja. Verwacht jij dat het soort eisen dat gesteld wordt, dat de markt dan zegt, nu wordt het veel te ingewikkeld. Dat bestaat helemaal niet. Dat gaat met vijf poten wat jullie willen. Of is dat... Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, je stelt duidelijke eisen over privacy. En ik bedoel, het is niet alleen een kwestie van eisen stellen. Het is gewoon ook wetgeving waar je aan moet houden. Ja. En als je niet aan die wetgeving houdt, dan gaan we gewoon niet met je in zee. Punt. Dus dat betekent voor een hoop leveranciers die bijvoorbeeld vanuit Amerika een dienst te bieden. Ja, je moet je servers over naar het Europees grondgebied brengen. Nou, dat soort dingen gebeuren. En dat zijn gewoon de eisen die je moet stellen. Dus ik voorzie daar niet zo heel grote problemen. Okay. Waar ik wel wat problemen voorzie inderdaad, als we naar de toekomst kijken. Dus die visie op de toekomst. Is wat we wel zien, is dat de hoeveelheid digitale toetsen die plaatsvinden.
dat die richting verdubbeling gaan. Dus waar we voorheen met formele, de echte toetsen die we in de toetsenapplicatie uitvoeren. Laten we zeggen dat er 10 docenten waren die dat deden, zijn er nu in 1 keer 20 geworden. Omdat we met z'n allen online aan de toetsen zijn. Maar als we kijken naar de capaciteit die we hebben voor zeg maar de fysieke digitale toetsplek op de campus. Ja, die zijn niet groter geworden in het afgelopen half jaar. Dus op het moment dat we straks weer teruggaan naar de campus, dan hebben we meteen een capaciteitsprobleem en vraagstuk op te lossen. Waar er niet zomaar een antwoord ligt. Het is niet dat we in een paar weken gewoon de verdubbeling van die ruimtes kunnen realiseren. Dus ook nadenkend naar de toekomst moeten we gaan kijken van hoe kunnen we scenario's voorzien dat we wel zeg maar die digitale toetsing kunnen blijven faciliteren. En misschien speelt daar de online proctoring ook wel een rol waarin je bijvoorbeeld kan voorstellen dat je ervoor kiest om of een toets thuis te doen of op de campus. Gaat schakelen met capaciteit. Precies, en hoe werken dat soort logistieke processen? Hoe plan je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat je de hoeveelheid beschikbare ruimte on campus kan managen versus thuis? En zijn die twee verschillende scenario's wel hetzelfde? En dat soort vraagstukken liggen er allemaal die eigenlijk best wel korte termijn getackeld moeten worden. Ja, helder. Even kijken naar de chat. Zijn er vragen binnengekomen die hierop van toepassing zijn? Paulo was er straks volgens mij al even in de chat, kwam al even voorbij. Paulo zegt, een combinatie kan soms ook een oplossing zijn. Proctoring toets plannen en tegelijk ruimtes op school boeken. Dat is eigenlijk wat jij voor een deel ook zegt. En de pijnpunten liggen daar dan natuurlijk weer bij. Van hoe zorg je ervoor dat je van tevoren genoeg ruimte plant? Want hoe weet je hoeveel mensen er on campus willen versus thuis? Dat zijn lastige vraagstukken inderdaad. Ja, je had het net over die motie. Voorkeur gaat uit naar alternatieve toetsvormen. Mm-hmm. Natuurlijk wordt hier gezegd, maar het kan niet altijd. Nee, zeker. En dat heeft te maken met schaal. Dus hoe groot zijn de groepen waar ik op wil toetsen? Ja. En het heeft te maken met het kennisniveau dat je wil toetsen. Als je echt maar lagere orde feitenkennis wil gaan toetsen, dat kan je wel in een essayvraag gaan vragen. Maar waar hebben we het dan over? Je moet gewoon op een gegeven moment weten wat die spieren zijn. En je moet de anatomie, fysiologie, dat moet je gewoon uit je hoofd kennen. En dat moet je ook kunnen bevragen. Dus het soms. En wat je ook aangeeft, de nakijklast in grote groepen bij sommige hele open vormen. En als we het wederom hebben over dat waardekader, als je vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, de beste tool die we nu voor handen hebben is de gestandaardiseerde toets. Op het moment dat je dat los gaat laten en dat gaat overdragen aan individuele beoordelingen van docenten of docentengroepen, dan hebben we meteen weer een probleem. Dus daar liggen best wel wat pijnpunten om op te lossen. Even inclusiviteit kwam in de vorige sessie naar voren als een belangrijke waarde. Marian vraagt, misschien heb ik het gemist, maar is aan bod gekomen wat de relatie is tussen inclusiviteit en online proctoring? Zij zegt al, kan twee kanten op, dus ik ben benieuwd of jij die twee kanten ook ziet. Ja, een van de dingen die we vrij in het begin tegenkwamen is van de mensen die, de studenten die speciale voorzieningen nodig hebben voor toetsing. Dat was eigenlijk on campus best wel moeilijk om te regelen. Terwijl die mensen thuis gewoon alle voorzieningen al voor zichzelf hebben geregeld. Dus in die zin heb je een stap beter voor de studenten, omdat die in zijn eigen omgeving zit. Aan de andere kant zien we dus ook van minder gefortuneerde studenten je hebt de hardware wel nodig om dit te kunnen doen. Dus daar zitten inderdaad twee kanten. De onderwijsdirecteur het ook over. Hè? Dat er studenten zijn die dan buiten de boot vallen, letterlijk. Laten we even kijken wat de tijd begint te dringen. Laten we even kijken hoe het met de poll is die we aan het begin hebben gesteld. Bent u anders gaan denken over dit vraagstuk? Dus online proctoring doen of niet doen? Dit is in ieder geval een ander resultaat, maar volgens mij zaten we straks op 76-24, als ik dat goed onthouden heb, rond die koers. Dat is vergelijkbaar bijna. Dan is het iets minder geworden. Een aantal mensen zijn toch gaan twijfelen tijdens deze sessie. Nog even laatste opmerkingen van jullie over dit onderwerp. Wat is nog een punt waarvan je zegt, daar zou ik nog even opletten. Wiebe, om met jou te beginnen? Samenwerken, heel goed van gedachten wisselen. Wat de mogelijkheden zijn en binnen de instellingen visie ontwikkelen en beleid afstemmen. Toekomstbestendig is om uiteindelijk goed inkoop resultaat te kunnen realiseren. Ja,
Oké, helder. Dat punt heb je ook mooi duidelijk gemaakt, Sharon. Ja. Nou ja, met elkaar afstemmen over waar we naartoe willen. En om die aftrap te geven gaan we volgende week maandag een special interest group sessie doen over toekomstscenario's voor online proctoring. Daar kun je je al voor opgeven. En als het goed is gaat Annette nu in de chat de link droppen, zodat je daar ook meteen op kan inschrijven. En dan hopen we degene die je nu ook luisteren daar te mogen uitnodigen om daar volgende week met ons over mee te praten. Super. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Allemaal bedankt voor het kijken en deelnemen aan deze sessie. Korte pauze zometeen. Je kunt nog weer even netwerken en dan weer verder plenair. Dank u wel. Digitalisering roept steeds meer vragen op. Vragen als: van wie is de data die in al die digitale leersystemen zit? Hoe betrouwbaar zijn de algoritmes die leerprestaties beoordelen? En is het wel goed om zoveel mogelijk te monitoren? Hoe ver gaan we met online proctoring? Dit zorgt voor zorgen over belangrijke publieke waarden in onderwijs. Worden veiligheid, privacy en autonomie van leerlingen en docenten wel voldoende gewaarborgd? Het lijkt soms alsof digitalisering ons weinig keuze laat. Maar we willen ook niet alles zomaar accepteren. In feite laten deze voorbeelden zien dat digitalisering in het onderwijs niet zonder ethische keuzes kan. Het Ethiek Kompas helpt je die keuzes te maken. Keuzes die zijn gebaseerd op de waarden die het onderwijs zelf belangrijk vindt, niet op waarden die de technologie zelf binnenbrengt. Ga met je team aan de slag met een ethische vraag. Een vraag als: is het goed om studenten via de webcam te volgen bij het thuisafleggen van toetsen? Samen geef je argumenten voor en tegen, weeg je waarden en formuleer je een antwoord. Als je alle stappen in het Ethiek Kompas hebt doorlopen, ligt er een helder rapport. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen. Succes! Qualify, het meest gebruikvriendelijke toetssysteem voor studenten en docenten. Stel eenvoudig toetsen samen en maak deze beschikbaar voor je studenten. Met digitale oefentoetsen behalen studenten aantoonbaar betere resultaten. Veel onderwijsorganisaties kiezen al voor Qualify, voor de gehele organisatie of voor een specifieke opleiding. Studenten van 200 organisaties beantwoorden iedere maand ruim 2 miljoen vragen. Studenten kunnen overal, direct en snel, oefentoetsen maken. Equalify is interactief en geeft direct feedback op gegeven antwoorden. Leren kun je altijd en overal. Als docent heb je direct inzicht in de resultaten en weet je waar je het lesprogramma moet aanpassen. Beheer als docent je eigen content en deel deze eenvoudig en veilig met andere organisaties. Of maak deze samen met hen en combineer eigen leermateriaal met dat van uitgevers. Summatieve toetsen worden binnen dezelfde vertrouwde omgeving afgenomen. Studenten kunnen zich zo echt op de inhoud van de toets concentreren. Equalify biedt hiervoor een extra beveiligde omgeving. Leren moet leuk zijn en Equalify zorgt daarvoor. Equalify, het meest gebruikvriendelijke toetssysteem voor studenten en docenten. Wil je het zelf ervaren? Maak dan vandaag nog kennis. Word jij wel eens omvergeblazen door de veelheid aan superhandige tools voor onderwijs? Of zie je soms net als ik door de bomen het bos niet meer? Nou, dat is precies de reden geweest dat wij iets hebben gemaakt om je te helpen te navigeren door de jungle aan tools. De Teacher Toolwheel en de Student Toolbox. In deze twee tools over tools hebben we alle handige apps geïndexeerd op basis van hun gebruik. Dus in plaats van een app als vertrekpunt te nemen, beginnen we met wat je nu eigenlijk precies wilt doen. Kijk even mee. Dit is de Student Toolbox.
Aan de rechterkant zie je een lijst van alle dingen die een student mogelijk zou willen doen als het gaat om onderwijs. Bijvoorbeeld een video opnemen, een document schrijven of een podcast maken. Als je hier met je muis overheen gaat, laat de tool automatisch zien welke apps je hiervoor het best kan inzetten. En natuurlijk werkt deze interactie ook andersom. In de Teacher Toolwheel hebben we een extra laag toegevoegd. Eerst vragen we je na te denken over wat je wil dat je studenten gaan doen. Stel je eens voor dat je ze wil laten discussiëren. Je klikt op het betreffende stukje van de taart en je wordt automatisch doorgeleid naar een mooi overzicht van alle apps die je hierbij kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft elke pagina aan de rechterkant een lijst met inspirerende werkvormen die natuurlijk ook weer interactief de gerelateerde apps tonen. Verder hebben we alle apps gesorteerd op basis van een licentie. Op het eerste licentieniveau gaat het om apps die beschikbaar zijn binnen ons eigen online leerplatform Canvas. Het tweede licentieniveau bevat alle apps waar we wel een licentie voor hebben, maar die niet binnen ons online leerplatform beschikbaar zijn. Ten slotte gaat het bij het derde licentieniveau om apps die we niet een licentie hebben of die gewoon gratis beschikbaar zijn. Let hierbij wel op de privacyrichtlijnen van de AVG. Beide tools zijn beschikbaar via ons platform voor online onderwijs op onze universiteitswebsite. Mocht je verder willen kletsen over hoe wij deze ontwikkeling van deze tools over tools hebben aangepakt, of heb je misschien interesse om zelf zoiets te bouwen, laat het dan even weten. Succes en bedankt voor het kijken!